vandaag een animeerde dag. Want we gaan niet alleen het 10-jarig jubileum vieren, maar we gaan ook een Human Capital Agenda ondertekenen en een samenwerking met Apeldoorn. Met plezier kijken we terug. Samen met partners hebben we waarde gecreëerd en hebben we het verschil weten te maken om bij te dragen aan een stuk meer digitale veiligheid in Nederland en ook groei van banen. In de stad, Den Haag, in de regio Zuid-Holland en in Nederland. Gewillig, gepassioneerd over het vak van security en veiligheid. Ja. Dat je ook echt een mooie groei ziet in bedrijven, in samenwerkingen, in programma's die ontwikkeld zijn. Als je zelf niet zo taalvaardig bent, dan vraag je ChatGPT van goh, schrijf voorbij een mail waarbij iemand heel erg overtuigd om op een bepaalde link te klikken. En dan kan het algoritme daar als geen ander bij helpen. Nou, je zal zien dat deze technologieën de komende 10 jaar meer en meer zullen gaan plaatsvinden. Dus ja, 10 jaar HSD moet gewoon 20 jaar HSD worden. Ik zie hier ook een mooi jubileumboek, 10 jaar HSD. Wat staat er allemaal in? Ja, dat is in ieder geval een terugblik waarin we kijken naar bijzondere bezoeken die we hier hebben gehad op de HSD-campus. Maar bijvoorbeeld ook verhalen over hoe groeikapitaal en samenwerken om internationale groeisprong van start-ups naar scale-ups te maken. Van interessante cybersecurity bedrijven. Nou, en voor de rest natuurlijk ook nog met stakeholders, zowel van ministeries als uit de regio en lokaal kijken naar van ja, hoe moeten we de stap vooruit maken. En dan in ieder geval koers houden en blijven samenwerken. Tien jaar security cluster, daar mogen we ontzettend trots op zijn als gemeente en stichting HSD. En de komende 10 jaar hopen we dat verder met elkaar uit te gaan bouwen. Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Ja, de komende jaren zullen we moeten doorpakken en doorinvesteren. Komen van praten naar doen. Willen we Nederland echt veiliger maken in de hele ketens, bij de overheid en het bedrijfsleven, ook het MKB, dan moeten we echt doorpakken. Nou, daar staat de HSD voor klaar en we zullen dat altijd samen met anderen doen.